Ik had een vraag van jullie gekregen om te laten zien hoe groot deze vorm ongeveer wordt. Dit is een WYSIWYG tool. Dit is een lomer, een metalen harde lomer, waardoor je heel makkelijk dezelfde vorm kan draaien. Per verpakking staat altijd op wat je nodig hebt, hoeveel klei en hoe groot het moet worden. Hier allemaal natuurlijk in Amerikaanse maten, maar op onze website hebben we ook de centimeters en grammen erbij gezet. En bij deze is het zo dat je ongeveer 150 tot 350 gram klei kan gebruiken en dat je een cilinder van 7,5 bij 7,5 centimeter moet maken. Wat ik vaak dan doe is even een satéprikker pakken voor de maat. En omdat het 7,5 bij 7,5 is, hoef je dat maar één keer te doen. Met een stift. Dat is niet zo handig wat ik nu doe. Toch maar even zo. Zo. En dan markeer ik hem gewoon op 7,5 centimeter. En zowel dadelijk de hoogte als de doorsnede moet deze maat zijn. Hoef ik niet elke keer mijn liniaal te pakken, kan ik gewoon elke keer mijn satéprikkertje pakken en dan weet ik of ik op de goede hoogte ben. Dan zal ik hem even uitpakken, anders kun je hem niet gaan gebruiken natuurlijk. Nou, als ik met deze voor het eerst ga draaien, dan pak ik altijd de maximale hoeveelheid klei die ervoor staat. Er stond hier 340 gram klei. Ik heb een bolletje van 350 gram klei gemaakt. Dus we zullen eens zien of die dan mooi uitkomt. Merk ik dat dan mijn vorm heel erg dik blijft, dan pak ik gewoon de volgende keer wat minder klei. Totdat ik vind, nou, de verhouding is goed. En dan pas ga ik een hoeveelheid bolletjes maken om een serie ervan te draaien. Ik ga het laten zien. Pak even een bolletje klei en dan kan ik beginnen. Zo, ik zal eens even gaan meten hoe ik zit. Hij is heel net iets te groot. Ik haal er ietsjes van af. Even kijken. Goed nat maken als je de lomen gaat gebruiken. Als het te droog wordt, dan stuitert die erin. Ik ga even, ben vergeten, is mijn randje hier weghalen. Die zit daar echt in de weg. Zo. Dat doe ik omdat de lomer deze vorm heeft. Als ik hier te veel klei laat zitten, dan stropt dat op en dan wordt dat heel lelijk. Vandaar dat ik die alvast even weg heb gehaald. Nou, moment van de waarheid.
Ik voel nou dat hij een beetje droog wordt, dus ik ga even voorzichtig loslaten. En hem weer wat natter maken. En van daaruit ga ik weer verder. Dan heb je hem.